Een heel goedemorgen. Het is vroeg, het is voor 7 uur. En ik ga de deur uit om naar de Albert Heijn te gaan. Want daar beginnen vandaag de sloopwerkzaamheden. Veel te vroeg. Terwijl heel Ede niet meer naar de Albert Heijn Excel kan, ga ik naar de Albert Heijn Excel. En dat ga ik de komende 2,5 weken nog wel vaker doen. Het is november in de ochtend. We zijn al bij de Albert Heijn, waar de sloopwerkzaamheden begonnen zijn. We gaan even een kijkje nemen wat er allemaal binnen gebeurt. Net bij de verbouwing mee eens kijken van de Albert Heijn Excel, de sloopwerkzaamheden. We zijn nu onderweg naar de voedselbank. De voedselbank heeft namelijk alle versproducten gekregen. En we gaan eens even kijken wat daarmee gaat gebeuren. We zijn hier bij de voedselbank Ede. Die producten die gaan we uitgeven aan klanten in Ede. En voor producten die een kortere houdbaarheidsdatum ook doneren aan de voedselbank in Wageningen. Hebben jullie veel gekregen van de Albert Heijn? Ontzettend veel. Ruim 150 kratten. Ze mogen iedere week verbouwen. Nou, dan waren we bij de voedselbank. We gaan de komende periode op de hoogte houden van alles wat er gebeurt bij de Albert Heijn zelf. En dus we gaan heel veel filmpjes maken. Ik zou zeggen dat we het zien. We gaan precies jullie allemaal op de hoogte houden wat er allemaal gaat gebeuren. Wat er allemaal nieuw gaat worden. Maar ook wat medewerkers gaan doen de komende tijd. Dus houd dit kanaal in de gaten en ik wens jullie op te zien. Doei!